Hoi, ik ben Danielle en dit filmpje gaat over hersenfuncties. We gaan het eerst hebben over de normale hersenfuncties en daarna over de stoornissen die hierbij kunnen optreden. De hersenen zijn onderdeel van het centraal zenuwstelsel. Het is het meest veelzijdige orgaan dat we hebben. Het kan namelijk van alles. En alle verschillende functies worden op verschillende plekken van de hersenen uitgevoerd. Onder de hersenen verstaan we de grote hersenen, het cerebrum, de kleine hersenen, het cerebellum en de hersenstam. De grote hersenen, het cerebrum, bestaat uit twee hersenhelften, de linker en de rechter hemisfeer, die met elkaar verbonden zijn via het corpus callosum. De hersenen kunnen worden ingedeeld in vier hersenkwabben, de frontaalkwab, de parietaalkwab, de temporaalkwab en de occipitaalkwab. Er zijn motorische gebieden, sensorische gebieden en overige gebieden. De motorische gebieden sturen bewegingen en spraak aan, zoals de armen, benen en spraak in het gebied van Broca. De linkerhemisfeer stuurt de rechter lichaamshelft aan en andersom. Sensorische gebieden zijn alle gebieden met zintuiglijke waarneming, zoals de auditieve cortex voor horen, de visuele cortex voor zien, maar ook het gevoel in de armen en benen en bijvoorbeeld de hand. Verder behoort ook het gebied van Wernicke tot de sensorische gebieden, met als functie het begrijpen van taal. Overige gebieden gaan over geestelijke activiteiten, waaronder gedrag en andere factoren die samen voor onze persoonlijkheid zorgen. Dan hebben we nog de kleine hersenen, het cerebellum, en de hersenstam. De kleine hersenen zorgen voor coördinatie, houding en evenwicht. De hersenstam zorgt voor basale lichaamsfuncties zoals de ademhaling, hartslag en reflexen, zoals hoesten, slikken en braken. Maar wat nou als hier iets mis in gaat? Bijvoorbeeld een tumor, een CVA, een cardiovasculair event zoals een herseninfarct of een hersenbloeding, of een absces. De symptomen die je bij de patiënt ziet hangt af van de locatie. Laten we beginnen bij de grote hersenen, in de frontaalkwab. Dit kan leiden tot problemen in het gedrag en persoonlijkheid, zoals verminderd probleemoplossend vermogen, persoonlijkheidsveranderingen, geheugenproblemen, concentratiestoornissen en sociaal ongeremd gedrag. Bij het gebied van Broca kan de motorische mogelijkheid om te spreken aangetast worden. Dus dan weet je precies wat je wil zeggen, maar het komt er niet uit. Hier bij de motorische schors kan het zorgen voor verlamming, zoals hier een verlamming van de armen en hier van de benen. Uiteraard in de tegenovergestelde lichaamshelft, dus de linker hersenhelft, is uitval van de rechter arm en been. Problemen in de parietaalkwab kunnen zorgen voor gevoelloosheid van het tegenovergestelde lichaamshelft, zoals bijvoorbeeld hier van de hand. Ook kan optreden dat een patiënt delen van zijn of haar lichaam niet meer herkent als lichaamseigen en deze dus gaan verwaarlozen of zelfs ontkennen dat die bestaat. En dat heet neglect-syndroom. In de temporaalkwab zal het vermogen om taal te begrijpen worden aangetast door aantasting van het gebied van Wernicke en zal een patiënt geluiden minder goed kunnen begrijpen en onthouden. Als in de occipitaalkwab de visuele cortex wordt aangedaan, kan iemand voorwerpen en gezichten niet meer herkennen, of zelfs blind worden. Dit wordt dan corticale blindheid genoemd. In het cerebellum zullen coördinatie en evenwicht zijn verstoord. Zo kan iemand met een tumor in het cerebellum lopen alsof diegene te diep in het glaasje gekeken heeft. In de hersenstam lopen vitale functies gevaar, zoals ademhalingsstoornissen. Een interessant voorbeeld van wat er gebeurt als er iets heel erg misgaat in de frontaalkwab is de casus van Phineas Gage. Google hier eens op. Je hebt vandaag geleerd over de normale hersenfuncties en wat er gebeurt als deze functies verstoord raken door bijvoorbeeld een tumor, een CVA of een absces. Bedankt voor het kijken.